Bij een garagebedrijf aan de Ringdijk in Zwijndrecht heeft donderdagavond een korte, felle brand gewoed. Het vuur ontstond in een leegstaande schuur met een dak van asbest. De brandweer sloeg groot alarm omdat er gevaar was dat asbestdeeltjes naar de nabijgelegen woonwijk zouden waaien. Maar dat gebeurde niet. Niemand is gewond geraakt. De politie vermoedt brandstichting. Er zijn al zeker 3 radioactief besmette containers uit Japan aangekomen in de Rotterdamse haven. Dat zegt het bedrijf First Safety, dat metingen uitvoert voor de eigenaren van de lading. De gevonden waarden overschrijden de norm 50 keer. Het havenbedrijf Rotterdam heeft bij eerdere metingen nog geen radioactiviteit gevonden. In een illegale hennepkwekerij in Stouwgjesdijk bij Oud-Beijerland heeft de politie donderdag een dode man aangetroffen. De agenten vonden het lichaam tussen 25.000 wietplanten in een kassencomplex. De politie kreeg een tip dat er een dode zou zijn. In de kassen werd daarna de hennepkwekerij ontdekt. Over de identiteit en de doodsoorzaak wil de politie niets zeggen. Morgen wordt een overwegend zonnige en warme dag. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. In de middag wordt het 22 graden.